Ja? Ja. Oké. Okay. Klaar. Mooi, iedereen zit klaar. En gelukkig zie ik ook een paar namen. Welkom Jaap, welkom Bert. Fijn dat jullie er zijn en die nog komen misschien. Of die onzichtbaar kijken. Maar we gaan vanavond weer verder met de Filippense brieven. We zijn in Filippense 3. En vorige keer zijn we geëindigd in zo rond vers 16. En ik lees even een paar versen. Filippense 3 vers 16. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders. En merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welke einde is het verderf? Welke God is de buik en welke heerlijkheid is in hun schande? Welke aardse dingen bedenken? Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd van lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Laten we open in gebed. Vader, we willen u danken voor deze dag. We zijn blij dat we hier bij elkaar kunnen zijn en ook via internet met elkaar verbonden om naar uw woord te luisteren, Vader. Uw woorden, het zijn geestelijke woorden die op papier staan. En ik bid ook van dat uw geest ons ook in onze geest zal getuigen en ons de ogen van ons verstand zal openen, Vader. Zodat we het ook kunnen begrijpen, dat we een geestelijk verstand ook in deze zaken krijgen. En dat vraag ik voor ons allemaal in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Goed, we gaan Filippenzen 3 vers 16, dus dat eindigt Paulus dat stukje van, dat hij heeft alles als drek beschouwd. In hoofdstuk 3 begint hij ook, dat hij zegt, hij ziet op de honden, kwade arbeiders, de versnijding, dat zijn de Joodse leraars die hem Paulus achtervolgen en de mensen proberen af te brengen van het evangelie. En hij was zelf ook een fariseer, hè? En dat heeft hij allemaal afgelegd. Hij heeft gezegd, dat beschouw ik nu als drek. Niet de kennis van Gods woord natuurlijk, maar wel hoe je de kennis van Gods woord in praktijk moet brengen. En dat is nu niet onder de wet, maar onder de genade. En dat is de boodschap die Paulus verkondigt. En zijn grootste verlangen is ook, vooral dat cruciale vers in vers 10, ja. Opdat ik hem kennen en de kracht zijn de opstanding en de gemeenschap zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Dus nou, laten wij maar oppassen dat wij niet zo hoogmoedig zijn van ik sta. Want Paulus zegt zelfs, of ik mogen enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Nou, hij was geestelijk een reus, ja. En een geestelijke opstanding, hè, tussen de doden uit. Hè, dat hij levend in de geest wandelt, echt in de geest. Ja? En groeit in deze boodschap. En ook daardoor verandert en gesterkt wordt. Ja? Dat is een opwekking in je leven. Hè? Dan moet je de doden, de zondige natuur, die natuurlijk tegen Gods woord is, die te overwinnen. Daarin te wandelen. En hij zegt in vers 13 ook, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, ja, die volmaaktheid, hè, het geloof wat volmaakt is. Dat betekent, er blijft altijd voor ons groei in ons leven lang. Denk nooit dat we er al zijn. Zelfs Paulus dacht het, zei ik acht niet dat ik het al gegrepen heb, hè, de volmaaktheid. Want hij zegt tegen ons ook, word volmaakt, ja. Dus dat betekent, je blijft naar die volheid, moet je doorgaan. Steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken eigenlijk. En vooral, en dan vers 14, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is. Jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zie, hij strekt zich uit dat voor is. Niet achterom kijken, maar we blijven, dus je bent ook nooit, dat is ook niet dat je in de situatie komt van, nou ja, ik sta, ik ben er, ik weet het allemaal al wel. Nee, ik blijf jagen en er zit een prijskaartje aan, ja. Sommige mensen willen niet het prijskaartje om Paulus te volgen, de verdrukkingen. Maar nee, wij krijgen ook een prijs. Bij ons hangt er ook een prijskaartje aan. Een beloning, ja.
Je ziet ook staan het wit. Maar wij zeggen wel eens het doelwit. Ja? Daar heeft het mee te maken. Ik jaag naar het wit, naar het doelwit. Ja? Dat wil ik bereiken. De prijs, de roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. En dan roept u ons allemaal op. Zovelen wij dan als wij volmaakt zijn, en dat zijn wij. Ja? Laten wij ook dit zo gevoelen. Hè? Laten wij ook deze gezindheid hebben. Ja, dat we altijd blijven streven om hem te leren kennen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. En daar worden ook wel eens dingen over gezegd. God zal wat openbaren. Hè. Dan zie je toch een soort goddelijke interventie. Dat hij aan jou iets persoonlijk iets openbaart buiten het woord om. Dat hij wat tegen jou zegt of dat hij jou wat laat zien in een visioen. Of misschien via een omstandigheid iets aan jou wil bekendmaken. Maar dat is niet zo, want de Bijbel, God heeft alles geopenbaard in het woord nu. Het is helemaal af, kant en klaar. Misschien kunnen we even naar Efeze, om dat even te laten zien. Efeze 1. Hoe openbaart God nu iets? Nou, aan Paulus is alles geopenbaard. Hè? Want als je kijkt in Efeze 3, vers 3, daar zie je staan dat hij, dat is de Heer Jezus, mij, Paulus, door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. Gelijk ik met weinig woorden tevoren geschreven heb. Aan Paulus is het geopenbaard. Kijk in vers 5. Welke in andere eeuwen de kinderen de mensen niet is bekendgemaakt. Gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostel en profeet door de geest. Dus aan Paulus is rechtstreeks een openbaring gegeven. Maar je ziet, wij krijgen ook een openbaring, maar dan door de geest. Want je spreekt hier, want Paulus heeft het echt rechtstreeks van de Heer Jezus gekregen. Maar met Timotheus natuurlijk niet. Titus ook niet. En Petrus, Jacobus, Johannes ook niet. Die hebben het van Paulus gehoord. Ze hebben hem de hand gegeven. Maar ze zagen het. Er staat toen zij het zagen. Dat betekent, dan zie je het. Wij zeggen, ik zie het niet. Ja. Nou, of je wil het niet zien, je wil het gewoon niet weten. Of je ziet het niet, dat je het nog niet begrijpt, omdat je nog geen licht erop gekregen hebt. Dus wij krijgen nu een openbaring door de geest op iets wat al opgeschreven staat. Nou, dat zullen we allemaal wel kunnen beamen, dat je nu dingen soms leest die je begrijpt, die je bijvoorbeeld een jaar nog niet wist. Nog niet begreep, omdat je geen openbaring door de geest nog op had gekregen. Je hebt er nooit goed over nagedacht, mee bezig geweest, of je hebt het gewoon aangenomen, op een gegeven moment hoor je een uitleg, denk je, hé, dat is het. Nou, dat is verlichting, noem het eigenlijk. Dus let goed op, openbaring. Dit is de openbaring van God. Profetie en aan Paulus de verborgenheid geopenbaard. En er valt niks met de openbaring, want Paulus zegt, ik heb het woord God heb ik vervuld. Je kan ook kijken in Efeze 1 vers 17, dat is het gebed van Paulus en dat is het ook voor ons. Als je echt wil begrijpen wat de Bijbel leert, wil je de Heer leren kennen en dat je het begrijpt, want wij begrijpen lang niet alles wat er staat. Ik niet in ieder geval. Ja, soms doe je jaren over iets dat je denkt, hey, en opeens denk je, hey, nou snap ik die tekst eigenlijk heel goed. Nou, Efeze 1 vers 16, Paulus zegt, in vers 16, houd niet op voor u te danken, gedenkende u weer in mijn gebeden. Dus hij bidt voor hun. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven, de geest der wijsheid, kijk, en der openbaring in zijn kennis. Wat is de openbaring in zijn kennis? Openbaring in zijn kennis, om hem te leren kennen. Dat is precies wat Paulus eigenlijk in Filippenzen 3 zegt. Opdat ik hem kenne. He, dat is openbaring in zijn kennis. Openbaring, even kijken, hoe zat ik? In de kennis van hem. Ja, dat is eigenlijk wat ik het eigenlijk in andere woorden zeg. Maar wat dit betekent. En dan zie je ernaast staan. 18, namelijk verlichte ogen uw verstands. Dus we kunnen misschien wel zeggen, ja, die Bijbelvertaling is te moeilijk. En soms zijn het ook moeilijke woorden, omdat wij ze niet meer gebruiken. Nou, dan heb je altijd nog een woordenboek waar je kan uitzoeken.
En dan heb je ook nog, dat woord kan je ook dan op andere plekken in de Bijbel opzoeken om te gaan verstaan. Maar buiten dat, om echt te begrijpen wat God zegt, wie je wil zeggen tegen jou, heb jij natuurlijk verlichting nodig. Want wij hebben een verduisterd verstand, zegt de Bijbel. Van nature is ons verstand verduisterd, donker. Dus dat is heel mooi, die beeldspraak. Verduisterd wil zeggen, van binnen is donker. Tuurlijk, fysiek is het van binnen donker. Maar verduisterd vooral geestelijke duisternis. En wat kan de geestelijke duisternis verdrijven? Dat is licht, want licht is sterker dan duisternis. God is sterker als die is licht, is sterker als Satan, de macht van de duisternis. Nou, dus als je hier staat, openbaring in zijn kennis, ja, dan wordt jou iets geopenbaard, bekendgemaakt, door verlichte ogen. Nou, mijn ogen, mijn verstand heeft dus ogen. Ja, geen letterlijke ogen, maar dat staat natuurlijk beeld, dat je met je ogen kijkt. Je ogen, ja. Verlichte ogen, uw verstand, opdat gij mogen weten. Dus als deze kamer natuurlijk helemaal dicht is, ik heb wel ogen, maar als het dicht is, zie ik niks. Totdat iemand, of ik heb een zaklantaarn, en dan doe ik hem aan. En dan zie ik waar ik loop. Dan zie ik de tafel staan, zie ik de stoel staan, en dan kan ik eromheen lopen. Zo is met onze geestelijke toestand exact hetzelfde. Ons verstand is verduisterd, geestelijk. Daarom kunnen wij de dingen uit Gods woord niet begrijpen. Nu hebben wij Gods geest, ja. En dan zie je, dan bidt Paulus voor openbaring in zijn kennis, en dat legt hij uit, dat de ogen van je verstand, opdat gij moogt weten. Dus word je verlicht en dan ga je dingen dus begrijpen. Snap je? Zo zit dat. Dus de Bijbel, ja, dat klopt dat die moeilijk is. Het is de taal van God en ik ben een mens. En van nature heb ik een verduisterd verstand, wat wel steeds meer licht heeft ontvangen gedurende jaren. Dat ik in de Here ben en dat ik zijn woord bestudeer. En dat ik licht mag ontvangen, zeer zeker. Maar er zijn nog vele terreinen waarop ik nog geen licht heb. Maar dat is dus normaal, dat is niet gek. Maar het zit hem dus niet in de Bijbelvertaling. Daar zit het niet in. Want, nou ja, we hebben dus het boek, Groot Nieuws voor u. Nou, dat is al heel erg makkelijk. En dan heb je NBV. En, dan heb je nog, en het wordt steeds weer aangepast. En nog steeds schijnt het niet makkelijk genoeg te zijn. Het schijnt nog steeds niet duidelijk genoeg te zijn. Nee, dit heeft daar ook niks mee te maken. Het heeft met verlichting te maken. En dan gaat Gods geest jou daar licht op geven. Nou, terug naar de Filippenzen. Dus een kleine flashback op vorige keer. Waar ik, over dat openbaring. Dus als hij zegt ook dat zal uw God openbaren in vers 15. 3 vers 15. Dat betekent dat God openbaart jou dat via zijn woord, door zijn geest, in jouw geest, en dan geeft hij licht in je verstand. En wat is je verstand? Dat is datgene waar je de dingen mee verstaat. En heb je het begrepen? Dan heb ik verstand erin. We kennen allemaal wel eens dat je zegt, gebruik nou eens je verstand. Dan ga je dus uit dat die persoon het wel weet. Hij begrijpt het wel, alleen hij doet het niet. Dus nou moet je je verstand gebruiken. Dus het zit in je verstand opgeslagen, die kennis. En dan begrijp je het. Nou, zo openbaart hij dat dus. En dat klopt als wij soms anders gevoelen. Soms, ja, net het avondmaal bijvoorbeeld. Ja? Nou, dat zien we nou heel anders. Dat is maar een voorbeeld ervan. Nou, doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Dus ja, waar wij op de ingeslagen weg waarin wij de weg die wij ingeslagen hebben, dan gaan we daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. De Filippenzen, want daar was niet altijd evenveel. Er was hier en daar, ik heb het vorige keer ook nog gelezen, het stond er ook weer. Vers 2, vers 2, ja. Hoofdstuk 2, vers 2. Hij bidt daar ook, hij roept dan ook op om eensgezind te zijn. Nee, ik heb hem al uitgezet hier dan. Dus dat is beneden. Tevens twee, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed, van één gevoelen zijnde. Welke telefoon is dat dan? Ah, je hoort hem daar ook gaan? Ja. Oké. Okay. Okay. En nou stopt hij natuurlijk. Ja, dat heb je live, hè? Ik kan niet knippen. Dus we gaan,
We gaan gewoon door. En dan in vers 17. Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Ja, en er staat hier bij mij een alinea tussen, christelijke levenswandel. Dat, soms is dat niet altijd even handig, want in het origineel staat dat gewoon in één stuk doorgeschreven. Dus eraan toegevoegd. En dan blijf je natuurlijk ook beter in het verband. Op zich klopt het wel wat er staat, hoor, maar... Want hij zegt, wees mede mijn navolgers. Wie is dat? Paulus. Volg mij na. En merk op degene die al zo wandelen. Zie, spreekt hij over de wandel. In vers 16 spreekt hij ook over de wandel. Laten we naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. En dan, wees mijn navolgers. En merk op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Ja, in vers 16, dezelfde regel wandelen. Wat is die regel van ons, ja? Wat is nou de standaard er is een standaard. Wat is onze standaard? Ja? Dat weet u, dat is niet de wet, maar dat is het genade-evangelie. Ja? En merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Dus Paulus zegt, ja, gij ons. Omdat in Filippenzen 1, begint hij met de brief, zegt hij, Paulus en Timotheus, ja? Nou, onder andere die. Maar Paulus kennen ze natuurlijk. Hè? Die heeft daar de gemeente ook gesticht. En Timotheus. Ja? Die staat ook vermeld in de brief. En als ik me niet vergis, was Silas ook. Hè? Zat hij met Silas in de gevangenis toen de tijd. En Paulus heeft in het evangelie verkondigd. En hij roept ze op om ook zo te wandelen. Zoals zij tot een voorbeeld zijn voor hem. Voor hun. Volgens die standaard. En waarom? De standaard is, snijd het woord de waarheid recht. En dan ben je een goed voorbeeld voor hun. Want velen wandelen anders, zegt hij in vers 18. Van de welke ik u dikmaals gezegd heb en u ook wenende zegt, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Dus dat is nogal wat, ja? Als je anders wandelt, dan noemt je een vijand van het kruis van Christus. Dus het is belangrijk om een volgeling van Paulus te zijn. En merkt op degene die al zo wandelen. Ja, wat is merken? Merkt op degene. Ja, merken, dat is je acht geven op. Ja? Je aandacht geven aan. En dat kan op allerlei manieren zijn. Ik bedoel, je kan natuurlijk een commentaar lezen, een uitleg ergens van. Nou, volgens welke regel leg je die dat uit? Welke maatstaf? Is dat volgens door de waterrecht snijden? Bijvoorbeeld, wat wil God dat ik doe? En kom je dan met Matthäus 28 met de grote opdracht bijvoorbeeld? Ja? Die wandelen absoluut niet hetzelfde. Dus ja, dat zijn dingen waar je natuurlijk wel rekening mee moet houden. Gesprekken met gelovigen bijvoorbeeld. Voor vertroosting, voor hulp, dat soort dingen, ja? Merkt op degene. Kijk, 2 Timotheus 2 vers 22... dacht ik, ja. 2 Timotheus 2, vers 22 is een belangrijk vers in dit. Ja, dat zegt hij tegen Timotheus. Vliet de begeerlijkheden der jonkheid en jaag na. Dan hebben we weer het jagen. Ja, naar de prijs der roeping Gods. Hier staat, jaag na rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede. Ja? Dat zijn de belangrijke dingen die die Timotheus oproept. De focus in zijn leven te hebben, hè? Rechtvaardigen, een wandel. In het geloof, in de liefde en in de vrede. Ja? Maar met wie? Alleen met degene die de Heere aanroepen uit een rein hart. Ja? Nou, een rein hart. Met je hart je geloof je. En dan geloof je in de gezonde leer. Dan heb je een rein hart. Dan heb je ook een rein geweten. Dan heb je ook een sterk geweten. Ja? Dus ja, met wie ga ik het doen? Dus je ziet hier, dat heb je ook het ongelijke juk. Helaas, een ongelijk juk is niet altijd een gelovige met een ongelovige die gemeenschap heeft. Maar een gelovige die ook met een gelovige, maar die dan niet Paulus volgt. Samuel. En dan heb je ook een ongelijk juk. We hebben de voorbeelden met broeders en zusters die wij natuurlijk kennen. En die dat ook ervaren. En dan kan je helaas
kan je niet samen de Heer aanroepen uit een rein hart. Je hebt niet een eenheid. Nou, en dat, Filippenzen 3 zegt hij, dus merkt op degene die al zo wandelen, ja, wandel zo met die persoon. Ja? En ik weet, wij zijn in deze wereld. En je moet je werk doen en dat soort dingen, dat begrijp ik ook wel. Maar met wie je gemeenschap hebt, ja, dat, daar maak jij zelf je keuzes in. Want dat maak jij je keuze in. Dat wordt je niet, dan kan je ja zeggen en je kan nee zeggen. Dus gelijk ga je ons tot een voorbeeld hebben, ja. Nou, een voorbeeld. Paulus is een voorbeeld op velelei gebieden, ja. En die wil ik even met jullie gaan nalezen. Als mensen zeggen, ja, wie is jouw voorbeeld aan gelovigen? Dat, als je zou vragen aan Christen om je heen. Wie is jouw voorbeeld? Dan weten we allemaal wat ze zeggen, toch? De Heer Jezus, toch? Als het goed is. En dat klopt natuurlijk op zich ook wel. Hè, kijk even in 1 Timotheüs 2, of 1 Petrus. 1 Petrus 2 vers 21. Het is eigenlijk een beetje raar dat je dat zo zou vragen alsof dat niet waar is. 1 Petrus 2 vers 21. Er hebben we eens iets. Het belangrijk is dat je het woord de waarheid recht snijdt. Want kijk, want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zou navolgen. Is dit letterlijk of niet letterlijk? Nou, de Heer Jezus, kijk, eerst moet je altijd afvragen op de Bijbel, aan wie is die geschreven, die brief? Nou, dat is niet aan het liggen van Christus, dan kijk ik altijd naar vers 1. En dan zie je aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, enzovoort, enzovoort. Bij Paulus alleen in zijn brief zie je altijd staan aan de gemeente, het lichaam van Christus. Dat is duidelijk een verschil. Dus als Petrus zegt, hij heeft voor ons geleden, hij snijdt woorden waar het niet recht, en dat heb ik hiervoor ook gedaan, ja, deze brief past ik ook op mezelf toe. Hij heeft toch ook voor mij geleden? Ja, natuurlijk heeft hij voor mij geleden. Maar Petrus spreekt niet over mij. Voor Israël. En heeft voor wie een voorbeeld nagelaten? Voor ons. Israël staat er. Opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Nou, zij kunnen echt zeggen van de letterlijke voetstappen van de Heer Jezus. Dan gaan mensen naar Israël en dan kan je lopen op plek. En dan weet je dat heeft de Heer Jezus werkelijk echt zijn voetstappen nagelaten. Meer van Tiberias en Jeruzalem. Noem het allemaal op. Ik ben er nooit geweest, maar alleen wel. Nou, je hebt toch ook die plekken gelopen waar de Heer Jezus gelopen heeft. Dus letterlijk. En hij spreekt ook tegen Israël in de evangelie. Dus een voorbeeld nalatende. Maar goed, dan komen we dus op het punt. Ja, Paulus zegt, wees mijn navolgers. Laten we even 1 Korinthe 11 vers 1. Ik weet dat jullie dat weten, maar ik. Toch, lezen we die tekst. 1 Korinthe 11 vers 1. Onthoud die tekst. Wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. Dat is zo belangrijk. En als je navolger bent van iemand, dat betekent dat je iemand volgt. En dan is die jouw voorbeeld. Voorbeeld. Ja, hij komt voor jou, dus jij volgt hem na. Dus Paulus zegt gewoon heel duidelijk, gelijkwijs ook ik van Christus, je moet mij volgen. En dat betekent dat je Christus volgt. En dat is niet zoals Petrus dat bedoelt. Want wij kennen helemaal geen voetstappen van de Heer Jezus hier op aarde. Want Christus heeft Paulus een boodschap verkondigd. Die gaat over niet hoe hij op aarde gelopen heeft. Die praat wel over wat hij natuurlijk op aarde aan het kruis gedaan heeft. Voor ons, niet zoals Petrus dat zei, maar voor het lichaam van Christus. Uiteindelijk voor nu, voor het lichaam van Christus. Wat hij door zijn dood aan het kruis bereikt heeft voor Jood en Heiden. Ja? En onze wandel is daarom is ook in de hemel, zegt Paulus. He, dat zegt hij in Filippenzen 3 vers 20. Waar zit in Filippenzen 3? Dan zegt hij, onze wandel is in de hemelen. Nou, dat kon Petrus niet zeggen. Dat heeft hij ook niet gezegd. Ze verwachten de Heer uit de hemel. En dat hij uiteindelijk weer op aarde op de troon in Jeruzalem gaat regeren. En dat daar zijn voetstappen weer zullen staan. Maar zo spreken wij niet. Dus als Paulus zegt, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt in vers 17. Dan moeten we ook
Als Paulus zegt, wees mij navolgen, dan moeten we ook bij hem blijven. Want hij is degene die ons voorbeeld is. En is Paulus niet onze God. Hij is wel onze voorbeeld van Christus in een zondige Paulus. Ja? Nou echt, daarom is hij zo'n goed voorbeeld voor ons. Want hij was natuurlijk de allergrootste zondaar. Nou, en de genade was voor Paulus genoeg. Nou, hij heeft alles meegemaakt. Nou, dan is die genade ook voor mij zondaar genoeg. Ja? Daarom is het belangrijk dat je hem als voorbeeld houdt. Als je Jezus gaat volgen in het Nieuwe Testament of in de Evangelie. En je gaat hem als voorbeeld nemen en navolgen en je doen en laten. Kom je wel gauw achter dat je dan dat fout gaat. Christus had geen zondige natuur. Ja? Nou, kijk bijvoorbeeld even in 2 Thessalonicenzen 3 vers 9. Een aantal voorbeelden van Paulus. 2 Thessalonicenzen 3 vers 9. Dat gaat over, vers 7. Want gij zelf weet hoe men ons behoort na te volgen, want wij hebben ons niet ongeregeld gedragen onder u. Zie je hoe men ons behoort na te volgen. Paulus en zijn helpers. De navolger, ja? Volg mij na. En wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet, maar in arbeid en moeite, nacht en dag werkende, opdat wij niet iemand van u zouden lastig zijn. Niet dat wij de macht niet hebben, maar opdat wij onszelf u geven zouden tot een voorbeeld om ons na te volgen. Zie je het? De houding van Paulus was, kijk, ik heb mij aan jullie gegeven. En het is, ik vraag er niks voor. Ik wil jullie niet tot last zijn. Het gaat mij alleen om het evangelie. Ja, en in heel zijn doen en laten was hij een voorbeeld om ons na te volgen. Hij was zich wel van bewust dat hij wel als een voorbeeld neergezet is door de Heer Jezus op deze aarde voor ons, het lichaam van Christus. En in dit geval zie je ook met het werken. Want in vers 6 zie je dat Paulus, hij zegt tegen hun, wij bevelen u broeders, in vers 6, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij u onttrekt van een iegelijk broeder die ongeregeld wandelt. En niet naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. Paulus heeft een inzetting gegeven. Wie niet wil werken, zal ook niet eten. He? Maar kijk in vers 10. Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat zo iemand niet wil werken, hij ook niet eten. Dus de gemeente gaat niet voor die persoon zorgen. Want hij wil niet werken. En dan gaat hij ook niet eten. Nou, dat is toch een harde uitspraak, zeg. Zou je in deze tegenwoordige wereld, kan het niet zeggen. Ja? Maar ja, goed. Dat is een keus. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid dragen. Als hij foute beslissing neemt, moet je ook de verantwoording dragen. Moet je niet anderen mee belasten. Dat is met eten ook zo. Als je niet wil werken, eet je ook niet. Gaan wij er niet voor zorgen. Ga maar werken. Maar je ziet, als Paulus zegt, is hier heel duidelijk in vers 6, dat gij je onttrekt van een iegelijk broeder die ongeregeld wandelt. Dus in Filippenzen zei hij ook, merkt op degenen, ja, die als we wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebben. Nou, hier zie je, onttrek je van die persoon. Ja, daar moet je dus niet mee samen verder gaan. Of vermanen, en dat hij toch zich daarvan zal bekeren. 1 Timotheus 1 vers 16. In vers 15 lees ik even. Dit is een getrouw woord. 1 Timotheus 1 vers 16. De volgende bladzij. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Daar lees je vaak overheen. Het is wel bijzonder dat het staat. Het is een woord wat getrouw is. Ja? Daar kan je heel je vertrouwen op stellen. Gewoon aannemen zonder allerlei dingen af te vragen. Is het allemaal wel zo? Neem het gewoon aan. Het is getrouw. En daarom alle aanneming waardig. Dus je kan het gewoon aannemen. Het is waard om het aan te nemen. Ja? Dat Christus je... 1 Timotheus 1 vers 16. 15. Nou, ik heb de tijd. 1 Timotheus 1 vers 15. Ja? En alle aanneming waardig, vers 15, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. De voornaamste, ja. De nummer 1.
Ik ben de ergste van allemaal. Ik sta bovenaan de lijst. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, ik ben de eerste van de zondaren, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld degenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Nou, als Paulus, aan hem is het geopenbaard. En hij zegt, ik ben vanaf dit moment een voorbeeld voor jullie. Dus iedereen die na hem dit evangelie aanneemt, of die gered, nee, ik zeg niet goed, iedereen die na, ja, het is eigenlijk ook wel goed, maar iedereen die dus gered wordt, en het lichaam van Christus wordt gedoopt, vanaf dat moment is zijn voorbeeld, is Paulus. Dat zegt hij heel duidelijk. Hè? Christus Jezus in mij, dus het is Christus in mij, daar heb je het, hè? Waarom is Paulus mijn voorbeeld? Is Paulus mijn voorbeeld? Ja, maar het is Christus in Paulus. He? Hij zegt ook Christus die in mij spreekt. Nou, en die is het voorbeeld van Gods langmoedigheid voor iedereen. Vanaf dat Paulus gekomen is, vanaf Handelingen 9, is hij het voorbeeld van iedereen die na hem gered wordt. Nou, en ja, dat kan je natuurlijk in al zijn brieven lezen. Maar daar zie je het duidelijk staan. En het is een voorbeeld van Gods langmoedigheid. Ja, al 2000 jaar lang. Weet je dat de bedeling der genade duurt nu 2000 jaar. Hoe lang was de wet? 1400 jaar. Misschien 1600, ik wil er vanaf zijn. En anders het gemiddelde van 1500 jaar. Maar zoiets. Dus de bedeling der genade duurt al honderden jaren langer als dat de wet er was. Die iedereen verdoemde. Waar je de offers en alles had. En waar God de mensen liet zien dat zij zondaren waren. En nu betoont hij al 2000 jaar lang zijn langmoedigheid in de apostel Paulus. En dus zijn brieven. Een geweldige tijd waarin we leven. Dus hij is het absolute voorbeeld van Gods genade en barmhartigheid. Nou, 1 Timotheüs 4 vers 12. Nu wij. En dan zegt hij tegen Timotheus, niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen. In woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Dus hij roept Timotheus op dat hij een voorbeeld is van de gelovigen. Der gelovigen. Niet aan de gelovigen. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Ik weet zeker, in de gemeente ook, is belangrijk dat wij, ja, voor elkaar voorbeelden zijn. Hè? Dat bijvoorbeeld de oudere zusters in de gemeente een voorbeeld zijn voor de jongere zusters in de gemeente. Ja, in kleding, in uiterlijkheid, in gehoorzaamheid is geloofs, in de wandel, in alles. En dat is voor de broeders natuurlijk hetzelfde verhaal. Ja? Wat staat hier ook? Wees een voorbeeld der gelovigen. Dus ik zou zeggen, in de gemeente. He, hij zegt tegen Timotheus, die staat de oudste in de gemeente in Efeze. Maar ook natuurlijk erbuiten. Want vooral als ze eenmaal weten dat je een gelovige bent, dan gaan ze je beoordelen op het feit dat je een gelovige bent. En een ongelovige, ja, en hij is vijandig, zal altijd de fouten proberen op te sporen. En de goede dingen die hij ziet, ja, daar zal je niet gauw van hebben. Maar, kijk dan, in woord, dus in wat je zegt, in wandel. Dat je, ik zou zeggen, je doen en laten. In alles. Kijk, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Dat zegt hij tegen Timotheus. Dus ja, Paulus, ja, wij moeten hem volgen. Maar aan de andere kant, wij zijn ook weer een voorbeeld voor anderen. Ja, dat we dat goed beseffen. 2 Timotheüs 1 vers 13. Want men kijkt naar ons, 2 Timotheüs 1 vers 13. Nou, dan zegt hij tegen Timotheus, houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Dus dat is mooi, houd het voorbeeld, dat wil zeggen, houd het vast. Ja? Het voorbeeld van de gezonde woorden. Dus de gezonde woorden aan de Paulus over geopenbaard. Ja, wij kunnen Paulus, als hij ons voorbeeld is, en dat is hij, maar dat kunnen wij
uit de gezonden woorden natuurlijk pas echt goed gaan begrijpen. Want wij hebben hem natuurlijk nooit gezien. De Filippenzen, tegen de Filippenzen zegt hij, gelijk gij gehoord en ook in mij gezien hebt. Wij zien het met de ogen van ons verstand in zijn brieven. En dan zie je de gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt. Dat is voor ons. Ja, je zou kunnen zeggen, de brieven van Paulus zijn ons voorbeeld, zijn onze leidraad. Leidraad, waardoor je laat leiden. Die heb je nodig. Elk mens heeft een leidraad nodig. De gelovige heeft een leidraad nodig. En dan zie je, dat zijn de gezonde woorden. Het voorbeeld van de gezonde woorden, houd dat vast, houd dat vast. Nou gaan we gauw door naar Titus 2 vers 6. Titus 2 vers 6. Nee, vers 7. Nou, betoon u zelf in alles. In alles is ook een leuke studie over te maken, in alles. Want dat zegt hij nog wel eens een aantal keren, Paulus. Betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Zie je, goede werken is wel wat God wil. Wij kunnen niet door goede werken zalig worden. Maar goede werken laat wel iets zien. Ja? Dat je een voorbeeld bent van goede werken te doen. Dus ja, de verhalen van ja, ik ben gered en ik ben verzegeld met de Heilige Geest. En ja, dat is het. Dat is natuurlijk, ja, men zegt wel eens, ja, ik mag alles doen en laten wat ik wil. Ja, dat mag, inderdaad. Ik ben gered en niemand kan mij wat opleggen. Maar de wil van God is wel dat wij goede werken doen. Ja, en dat we daar een voorbeeld in zijn. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, dat wil zeggen ernst, serieus en oprechtheid. En als je dat doet, kijk, het woord ook, gezond en onverwerpelijk, hè? Het woord van God. Daaruit levende en misschien ook verkondigende. En onverwerpelijk opdat degene die daar tegen is, beschaamd worden en niets kwaads hebben van uw lieden te zeggen. Zie je? Dat men geen kwaad van ons heeft te zeggen. Dus ik vertegenwoordig mijn broeders en zusters die hetzelfde geloven als ik. Hè? Wie zijn jullie dan? Ja, genade Bijbelgemeente. Oh, waar komen jullie dan? Nou, daar. Ah, nooit van gehoord. Maar goed, dan weten ze kennen jou. En degene die misschien daartegen zijn. Ja, en als ik mij dus misdraag, of weet ik veel, bedenk maar wat, tegen het woord in, dat mensen zeggen, nou, dat verwacht ik nou niet van een gelovige. Dan straalt dat ook op degene uit die bij ons in de gemeente zitten. Die hier ook achter deze boodschap staan. Zo gaat dat eenmaal. Ja, dat hoor je zo vaak ook in de krant. Iemand is van dat of dat. En bijvoorbeeld een kind doet iets fout. Of heeft een inbraak gedaan. Of hij staat bekend als een slechte crimineel. Ja, dit is er eentje van die familie. Ja? Nou, en die kunnen daar eigenlijk soms helemaal niks aan doen misschien. Maar het is wel de zoon van die. Nou, jij bent wel van die groepering. Zo wordt er dan naar gekeken. Zie je? Van uw lieden te zeggen. Dus een voorbeeld. We zijn een voorbeeld. En als ik naar mezelf kijk, met mijn werk, heb ik allemaal voorbeelden. En die maak je natuurlijk heel mooi. En de mensen verwachten ook, als ik daar die vloer kom leggen, dat die net zo'n mooiste bord is. Zelfs als ik een heel lelijk bord heb, ja, dan verkoop ik natuurlijk niks. Ja? Maar het is mooi. En het moet in overeenstemming zijn met wat ze gezien hebben. En zo zijn we eigenlijk hetzelfde. Wij zijn een soort monsterborden, ja? Waar men naar kijkt. Nou, is ons gedrag ook in overeenstemming daarmee? Nou, oké. Nou, en dan zie je, over voorbeelden gesproken. Hij zegt wel van sommige gelovigen houdt hun in waarde en zo. Maar als je over... kijk, in Hebreeën 11 heb je een heel hoofdstuk met allemaal geloofshelden. En Paulus gaat niet één keer naar zo iemand uit het Oude Testament. Niet één keer. Nou, want dat waren natuurlijk ook mensen die waren onder de wet. Meestal niet allemaal, Abraham natuurlijk niet, maar veel wel. Maar hij gaat niet naar personen toe, zie je het? Hij is zelf het voorbeeld. Ja? En Abraham is die zin natuurlijk wel, noemt hij ons kinderen van Abraham, omdat wij natuurlijk
kinderen van Abraham zijn, omdat Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Het principe van geloof, ja, dat wel. Maar toch moeten wij voor ons dagelijks leven, voor de wandel des geloofs, moeten wij bij de apostel Paulus zijn. Dus terug naar Filippenzen 3 vers 17. Ja, wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Tuurlijk, we lezen de hele Bijbel en we kunnen genoeg leren. Ja? Als je bijvoorbeeld Psalm 51 leest van David, ja, nou, dan weet je, heb je gezondigd met Batseba. En dan zie je gewoon de bekering van David. Dat is niet, dan zeg je, nou, dat is toch mooi. Als je dat zo leest, ja. Maar ja, dan zegt hij ook, neem je Heilige Geest niet van mij weg. Dus ja, dit wat voor, dat kan ik niet gebruiken. Ja? Nee, dat is Paulus die, dat is bij Paulus zie je de andere dingen staan. Ja, vergeven dat kan dan en ik dank u, ik heb de verlossing, ja. Maar wel, ook over bekering schrijft hij ook. In 2 Korintiërs 7 bijvoorbeeld. En dan weet je, dan spreek ik over een bekering van een gelovige. Maar niet dat hij zegt van, dat, neem alsjeblieft mijn Heilige Geest niet, de Heilige Geest niet van me weg. Het is belangrijk dat we dat de juiste wegen bewandelen. Nou, en in vers 18. Velen wandelen anders van welke ik u dikwijls gezegd heb. En u ook wenende zegt dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Dus degene die anders wandelen, zijn vijanden van het kruis van Christus. En Paulus zegt het wenend. Automatisch gaat de gedachte van ons uit van dat het ongelovigen zijn. Ja? En er zijn er ook die dat zo zullen uitleggen. Maar als je in vers, hoofdstuk 3 vers 1 en 2 kijkt, dan zie je dat hij daar al over waarschuwt. Ja? Dat zijn de Joden, ja? die Paulus achtervolgen en proberen hem daarvan af te brengen. Maar hij zegt hier, velen wandelen anders. Dus ja, als ik het in de context zie, in vers 17, dan is Paulus het voorbeeld. Maar niet iedere gelovige in het lichaam van Christus volgt Paulus als voorbeeld. En die wandelen dus ook anders. Dus ik neem het zo. En ook, hij zegt ook, van wie ik het ook wenend zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Ja, kan een gelovige een vijand van het kruis van Christus zijn? Ja, maar dat gaan we de volgende keer zien, dat ga ik vandaag niet meer doen. Maar in ieder geval, als hij het wenend zegt, en ja, als je kijkt in de brief van Paulus, wanneer hij weent, dan denkt hij aan de tranen bijvoorbeeld van Timotheus. En met de ouderlingen dat in Efeze dat ze bij elkaar roept. En dan vallen ze om zijn hals, weet je wel, omdat hij ging weg. En vonden ze erg. Maar ik zie eigenlijk nooit dat hij weent om ongelovigen. Ja, als je denkt aan Israël, hij had voortdurende droefheid voor zijn volk. Ja, dat wel. En het was een voortdurende smart, ja. Dat zij natuurlijk, gevallen waren. En hij ging nog steeds wel naar hen toe om enig uit hun te behouden. Maar voor de rest, van een ongelovige, ja, dat hij anders wandelt, ja, dat weet je. Ik bedoel, dat kan niet anders. Ja? Dus dat in die zin hoef je daar niet over te verbazen en ook niet te wenen. Kijk, wandelen anders. Ik bedoel, je wandelt altijd anders als je ongelovig bent. Ja? Maar een gelovige die de apostel Paulus niet wil volgen, daarvan afwijkt, ja, dat heeft Paulus ervaren natuurlijk. Hè? Demas bijvoorbeeld, die hem ook verlaten heeft. Op een gegeven moment zegt hij, ze hebben mij allemaal verlaten. Nou, dat doet zeer, je broeders en zusters. Ja? Die anders wandelen. En hij zegt, ik heb het u ook dikmaals gezegd. Nou, hoe kan je anders wandelen? Nou, dat is natuurlijk vooral als je, ga maar mee naar 2 Timotheüs 2 vers 18. 2 Timotheüs 2 vers 18, daar begint het allemaal mee hoor. 2 Timotheüs 2 vers 18. Kijk, in vers 15 spreekt hij over, benaastig uzelf om goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord de waarheid recht snijdt. Dat zegt hij tegen Timotheus, omdat in vers 14, zie je, hij zegt, breng deze dingen in gedachtenis
En dat ze geen woordenstrijd voerden. Dat is geen enkel nut dan tot verkering der toehoorders. En dan zegt hij, beijver je om het woord de waarheid recht te snijden. En als je het recht snijdt, als je het niet recht snijdt, ja, dan krijg je dus woordenstrijd. Dan krijg je verschillende uitleggingen. En als je verschillende uitleggingen krijgt, dan zit ook automatisch ook een andere wandel achter. Daar ontkom je niet aan. Kijk maar, stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En hun woord zal voorteten gelijk de kanker onder welke Hymenese Philetus. Hun woord, wat zij dus leren. Dus er zitten mensen in de gemeente die zeggen dingen, die eten de mensen op. Want voorteten aan de kanker, aan kanker eet je op, dat weten we. Hè? Dat kan, wij zeggen, het is uitgezaaid. Je kan ook zeggen, ja, het is helemaal voortgegeten. Je wordt helemaal opgegeten. Kijk maar, waarom? Wat bedoelt u ermee? De hele gemeente wordt erdoor vergiftigd als je niet optreedt. Die van de waarheid zijn afgeweken. Let op, snijd het woord de waarheid recht. En als je dat niet doet, dan ga je dus afwijken. En dan ga je dingen verkondigen die niet voor ons zijn. Kijk maar, zijn afgeweken. Hoezo? Zeggende dat de opstanding al reden geschied is en verkeren sommigen geloof. Zie, het resultaat is dat je geloof wordt door hun op zijn kop gezet. Nou, als de opstanding reeds geschied is, de Bijbel spreekt, als Paulus spreekt over de opstanding, dan weten wij, dan spreekt hij over dat hij ons komt halen in de lucht. En als je zegt, ja, dat is al geweest, dan zitten we in een ander programma. Want als wij zullen opstaan, dat betekent dat de Heer Jezus Christus gekomen is en die komt ons ophalen in de lucht. En dan weten we, dan begint het profeetisch programma met Israël weer. Nou, hoeveel van de christenen geloven niet dat wij in het profetisch programma leven? Want ik ken ook genoeg mensen die niet geloven in de opname. Nee. Als staat het er? Nee, dat geloof ik. Ik heb zelf een tante gehad die zei nee. Die was echt een gelovige, maar nee. Maar die kerk leerde het ook niet. Ja? En die verwachtte Christus waar? Met de geloofsbelijdenis, dan komt hij toch naar beneden om te oordelen de levenden en de doden. Dat hij hier op aarde komt. Dus er zijn er heel veel die daar eigenlijk zo, zonder ze misschien zelf in de gaten hebben, maar eigenlijk verkondigen dat de opstanding reeds geschied is. Of, nou ja, of ze weten, denken dat er helemaal niks is, maar daar komt er nog een, dan komt hij op aarde. Afijn, in ieder geval afwijking. En dat, zien wij, dat is gebeurd. Ja? En dan zijn ze van de waarheid afgeweken. Het resultaat is, als je afwijkt van de waarheid, en je ziet hier ook weer de waarheid staan, hè? En Paulus is de waarheid voor ons vandaag. Als je dat niet recht snijdt, dan zie je, dan wordt het geloof, wordt op zijn kop, ja, verkeren, geef eens een ander woord voor verkeren, hè, wordt op zijn kop gezet. Wat staat er bij jou? In vers 18 aan het eind, verkeren sommigen geloof. Het geloof van sommigen kapot gemaakt, oké. Okay. Ja, dat is in feite zo. Want het is net zo'n soort, ja, hij zegt ook, geef de duivel geen voet, hè. Een voet tussen de deur, zo'n kleine kiertje, weet je wel. Zo'n klein kiertje, nee, dat moet je niet doen. Die deur, boem, dicht houden. Je weet, een verkoper, zijn voet tussen de deur. En dan gaat op een gegeven moment toch luisteren. Ik had vandaag ook een verkoper aan de telefoon. En ja, van de Telegraaf. Nou, ik zei, ja, u spreekt met Indy van de Telegraaf. En ik, oh. Ik zei, meneer, ik ben niet geïnteresseerd. Oh. En was het even stil. Dat weet u snel. Dan zei ik even niks. Ik zei, ja. En toen was het eerst stil. En toen zegt die persoon, die denkt, nou, dan moet ik toch wat zeggen, want hij zegt niks. Nou, en dan, en mag ik ook weten waarom? Ik zei, nee. En toen zei ik weer niks. Was het weer stil. En toen was het op een gegeven moment, wist hij eigenlijk niet hoe goed hij eind aan moest breien. Ik hoefde helemaal niks meer te zeggen. En toen was het, oké, nou, vriend, dan klik. Afgelopen, ja. Nou, ik zei dit in verband ergens mee, maar ik weet eigenlijk niet meer waarom. Maar, oh ja, verkeren sommigen geloof, het wordt op zijn kop gezet, ja. Nou, en dan zijn ze, nou ben ik zelf eigenlijk ook in de war daardoor, door het voorbeeld. Ik wou er wat mee zeggen. Nou, 2 Thessalonicenzen 2, vers 1 en 2, ik kom er zo meteen misschien helemaal op. 2 Thessalonicenzen 1, 2, vers 1 en 2.
Ja, dat is ook zo'n gevolg. En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat gij niet haastiglijk bewogen wordt van verstand, je verstand, bewogen, 2 Thessalonicenzen 2, vers 2. Het verkeerde sommige het geloof, hè, maken sommige geloof gewoon kapot. Nou, en onze toevergaan, dus hij spreekt hierover als de Heer ons komt halen. Dat gij niet haastiglijk bewogen wordt van verstand. Hè, weer, hè? Dat is wat we net eigenlijk ook lazen. Hè? Verkeerde sommige geloof. Je wordt bewogen van verstand. Je komt om vast te staan in de dingen die je begrijpt. Of verschrikt, ontzet. Nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande waren. Nou, dat is een uitleg op zich, maar dat betekent de dag van Christus, dat is als de Heer Jezus Christus vanuit de hemel naar de aarde komt. Ja, begint in de eerste met oordeel in de hemel en dan komt hij naar de aarde. En in het profetisch programma heet dat de dag des Heren, hè, hemel op aarde. Maar dat kan niet, want wij weten, het lichaam van Christus is hier nog steeds. Ja? En toch werd het geleerd. Sommigen door een zogenaamde brief die door Paulus geschreven was. Dus er waren al vervalsingen toen de tijd. Nou, dan zie je, dat is dus ook, Paulus moet dat weer leggen. En hij heeft het al tegen hun gezegd, hè. Want als je, dit is de 2e Thessalonicense brief. Maar in de eerste, hoofdstuk 4, spreekt hij over hoe je, wanneer de opname is. En, of hoe dat in zijn weg gaat. En toch zie je in de 2e Thessalonicense, Paulus heeft die eerste brief geschreven. In die tussentijd zijn er mensen geweest en er zijn ook valse brieven gekomen. En die hebben gezegd, de dag van Christus aanstaande. Ja? En ze worden bang. En ze worden helemaal in de war, raken ze. Nou, dat is dus een verkeerde leer. Waardoor ze dus niet standvastig meer zijn. In de war raken. Het geloof op zijn kop gezet wordt. Nou, de volgende keer ga ik niet nu meer doen. Want dan zien we ook dat je daardoor een verkeerde... Want hij zegt, als we terug naar de Filippenzen gaan. Dan zegt hij, velen wandelen anders. Ja? Omdat ze zijn Paulus verlaten. En ze hebben Paulus. Daar begint het mee, als voorbeeld. Dat betekent, je snijdt het woord en waar het recht. Je hebt de gezonde leer. En dat is de basis voor ons, voor een gezonde wandel. Denk aan Romeinen 6. Omdat je begrijpt, Romeinen 6, dat dat de doop in zijn dood is. En niet met water. En daar begint het mee, met de juiste leer, de gezonde leer, de gezonde standaard. Dan heb je het juiste gereedschap om ook te wandelen zoals de Heer dat wil. En dan is nog alles mogelijk, want je hebt een wandel door vleeselijkheid, dat je een baby in Christus bent, of dat je de verkeerde Bijbel hebt, of dat je geldgierigheid najaagt. Dan heb je jezelf met vele smarten doorstoken, zegt hij. Maar goed, daar gaan we het de volgende keer over hebben. En wat dan inhoudt wat de vijanden van het kruis van Christus zijn. In ons gedrag, in ons gedrag en ongehoorzaamheid aan apostel Paulus. Ja, zijn brieven gaan als geen ander over het kruis van Christus. Ja. Maar goed, wij zijn zonen God, ja. Kinderen God. Maar je hebt kinderen die kunnen gehoorzaam zijn. Je hebt ook ongehoorzame kinderen. En dat heeft allebei zijn consequenties. Maar daar gaan we de volgende keer over hebben. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u, Vader, voor uw woord, wat zo helder en duidelijk is. En ik bid ook dat we daardoor ook gesterkt mogen worden. En dat onze wandel zal zijn zoals Paulus ons voorbeeld is, Vader. En zoals u in Christus, zoals de Heer Jezus in Paulus geopenbaard is. Het is Christus in Paulus, Vader. En die volgen wij. En die vinden wij in zijn brieven. En daar krijgen we nooit genoeg van, Vader. En het zal ons elke keer weer in herinnering gebracht moeten worden. Dat we door de waarheid recht snijden. En dat we de juiste standaard hebben om uit te leven. En dan zal uw geest ook in ons werken. En gaan sterken. Zodat we ook de blijdschap van uw woord hebben. Dat we ervan mogen genieten. Blij mogen zijn. Dat we ook ervaren dat we echt vrij zijn in u, Vader. En dat het ook een dankbaarheid mag bewerken in ons.
ter heerlijkheid Gods Vader, voor uw genade. En dat dank ik voor in Christus' naam. Amen. Amen. Goed.